Oh my god, ik krijg de jurk gewoon niet uit. Ik krijg hem niet uit. Hoi mijn naam is Zee en super leuk dat je kijkt naar deze video. Ik wil allereerst even zeggen, echt zo erg bedankt voor alle super lieve reacties op mijn vorige thrift video. Vandaag ben ik letterlijk om 7 uur opgestaan. Het is nu 8 uur om precies te zijn. Dat heb ik gedaan zodat ik voor openingstijd bij de eerste kringloop ben in Houten. Ik ga zo meteen met de bus naar Houten toe, of met de trein, moet nog even kijken. En vandaag is ook de laatste dag dat ik mijn zomer-OV heb voor studenten. Zodat ik gratis kan reizen met mijn studenten-OV. Dus ik dacht, laten we daar even gebruik van maken. Dus ik ga, als de video weer gaat, even heel snel dit ontbijtje opeten. En dan gaan we er vandoor en ik neem jullie weer lekker mee. En ik ben heel erg benieuwd. Ik ben in beide kringlopen nog nooit geweest. Dus, let's go! Oké. Zoals ik dus in de vorige video ook al zei, is dat ik eigenlijk altijd wel een beetje met een doel naar de kringloop ga. En het doel van vandaag is dat ik op zoek ga naar goede basics. Dus een mooie blazer en een maxi dress of een lange rok of zo. Want dat lijkt me heel chill voor in de zomer voor op kantoor. Dus we gaan het zien. 8 minuten lopen. Let's go. Als eerste ging ik naar Kringloop Noppes. Hier was een flink aanbod aan kleding. Alles hing netjes op soort en soms zelfs op kleur. Waar ik me wel een beetje over verbaasd is dat ze van sommige items meerdere stuks hadden. Ook kon ik nergens truien en sweaters vinden. Kan absoluut aan mij liggen hoor. Ik heb geen idee, maar ik zag ze nergens. Gelukkig zag ik wel een paar andere leuke dingen. Dus nu gaan we lekker kijken naar Vee die nog steeds niet hardop durft te praten in een bashoekje. Het licht in deze badkamer is kapot, dus dat is al fantastisch. Ik heb 3 dingetjes, een flirt, een jurkje en een topje. Dus die ga ik even passen. Ik snap niet hoe dit ding werkt. Kijk, heeft hij een plooi. Maar ik vind hem eigenlijk te kort voor een jurkje. En qua blouseje is het niet helemaal. Ik ben hier niet zo enthousiast over. Stof is wel heel chill, is viscose, dus dat ademt wel lekker. Deze broek en shirtje zitten allebei wel goed. Alleen wat ik het nadeel vind is dat je ziet hier heel goed de lijnen. En het shirtje vind ik op zich ook wel leuk. Maar ik weet niet of ik het heel bijzonder vind. En het gaat wel door, want je ziet wel echt mijn shirtje erheen. Wel lekker zomers. Eigenlijk is het even met een trui passen, maar ik kan dus nergens een trui vinden. Ik moet zeggen dat dat een beetje tegenviel. Ze hadden super veel kleding en iedereen heeft natuurlijk zijn eigen smaak. Ik vond er persoonlijk gewoon niet zoveel tussen zitten. Nou, dat kan natuurlijk per week verschillen. Maar ik vond vooral de prijzen echt heel hoog. Ik snap dat niet alles 50 cent, 1 euro. Maar er zaten gewoon dingen van goedkopere merken tussen die niet heel veel verschilden van de nieuwe prijs. Dus ja, ik ga even nu snel naar een andere bushalte lopen. En dan laat ik even aan het einde van deze video zien of ik wat heb gekocht en wat ik heb gekocht. Ik hoop wel dat die andere kringloop iets chiller is. Ik heb er geen idee waar ik heen moet en ik moet heel nodig plassen. Ik moet eigenlijk heel nodig plassen, maar er was geen wc. Dus nu ben ik aan het kijken of ik er hier gewoon beeld kan plassen. Maar er zijn hier nogal veel auto's en fietsers en woonhuizen. Dus ik denk niet dat dat een heel goed idee is. Maar aangezien mijn bus pas over 20 minuten gaat, ga ik even op avontuur. En wie weet kom ik nog iets leuks tegen. Oh, leuk kerk. Die man keek me echt aan van, ben je aan het doen? Wat ik snap. Ik moet zo lang wachten. Oh, ik heb nog andere oorbellen. Ik ga even andere oorbellen in doen. Enig! Toen ik deze kringloop zag, was ik eerlijk gezegd een beetje huiverig. Maar toen ik boven kwam, zag ik dat ze best veel kleding hadden. Alles ging redelijk op maat, er waren veel schoenen en over het algemeen zaten er echt best wel wat leuke dingen tussen voor heel leuke prijsjes. Ik ging dan ook met een flink stapel naar de pashokjes. Het eerste item dat ik paste was, dacht ik, een midi jurk van een heel fijne stof. Maar toen ik hem aanhad, bleek er een split in te zitten, waardoor je gewoon letterlijk mijn beeld kon zien als ik erin bewoog. Helaas geen succes dus. Ook de fit van dit jurkje was heel anders dan ik dacht. Ik dacht dat het een wijdvallend blouse-achtig jurkje was, maar hij zat dus echt heel erg strak.
Dit is echt een ideaal blousejurkje voor op heel warme dagen. Het is gemaakt van 50% linnen en 50% katoen. Dus het is echt heel luchtig en ademt gewoon heel fijn. Ik twijfelde een beetje over de kleur, maar toen ik hem aan had, vond ik hem echt helemaal top. Hij is misschien een beetje aan de wijde kant, maar qua lengte vind ik hem echt helemaal prima. Ik paste ook nog een tweede blousejurkje, omdat ik hier echt al een tijdje naar op zoek was. Ook van een heel ademende stof. Maar deze scheen echt niet normaal door en ik vond hem ook best wel op een pyjama lijken toen ik hem aan had. Dit bleek dus een kindermaat te zijn. Echt heel jammer, want ik vond het verder een heel leuk jurkje. En qua lengte vond ik hem ook heel leuk. En het aantrekken was dus echt wel een struggle, maar eruit komen, dat was echt nog veel moeilijker. Oh my god, ik krijg de jurk gewoon niet uit. Ik krijg hem niet uit. Hij zit echt helemaal vast. Ik zoek al een tijdje een mooie katoenen witte blouse. Maar elke keer voel ik me echt gewoon een chefkok als ik een grote wijde blouse aantrek. Deze broek was net iets te klein en ik vond de onderkant niet heel erg mooi. En later zag ik dat er een vlek in zat helaas. Dit rokje was nog echt zo goed als nieuw en hij zat eigenlijk als gegoten. Ik vind alleen spijkerrokjes bij andere mensen echt heel erg leuk. Maar altijd als ik het zelf aan heb denk ik en pak ik toch sneller iets anders. Dus ik weet niet helemaal of dit echt iets voor mij is. En ook qua kleur is het niet een kleur die ik heel erg vaak draag. Als laatste paste ik dit blouseje met pantalon. Print van een heel fijn luchtige stof. Ik twijfelde een beetje omdat ik vorige keer ook al een slangenprint blouse had gekocht. En ja, ik weet niet. Ik vind pantenprint echt super leuk meestal. Maar het kan ook heel snel too much zijn. Dus ik vind het altijd echt heel erg lastig. Oh my god. Ik heb eindelijk kunnen plassen. Anyhow, ik ga even laten zien wat ik allemaal heb gekocht uiteindelijk. Bij de eerste kringloop waar ik vandaag heen was, heb ik dus uiteindelijk helemaal niks gekocht. Ik vond de prijzen echt super hoog in verhouding tot de producten, als dat logisch klinkt. Ik verwacht echt niet dat een kringloop alleen maar prijzen van 1 à 2 euro hanteert. Echt absoluut niet. Maar dit waren gewoon standaardprijzen die bijna vanaf 5 euro gingen. En als er dan echt van die hele synthetische, goedkope, gedragen, oudere dingen tussen zitten. Ja, ik vind dat persoonlijk gewoon te duur. Helemaal als je gewoon weet dat dingen van bijvoorbeeld de Bershka, de Boom Bear. Dat is ook in de winkel niet super duur. Dus anyhow, lang verhaal kort. Ik vond het in verhouding gewoon niet helemaal kloppen. En ik zag gewoon niet iets wat ik echt wilde hebben. Want als het gewoon super leuk was geweest, had ik uiteraard wel gewoon die prijs voor willen betalen. Ik had natuurlijk wel dat shirtje gepast, maar er zat een gaatje in. Die broek vond ik wel heel erg leuk, maar ik twijfelde toch een beetje. Ik vond het voor de prijs toch wat duur. En ik had zoiets al, dus ik heb het uiteindelijk niet gekocht. En dat jurkje, dat was gewoon raar ding. Maar bij die andere winkel heb ik het uiteindelijk wel wat gekocht. Allereerst dit pantoprint blouseje. En ik twijfel hier wel een beetje over, want het is wel een beetje ordinair, al zeg ik het zelf. Ik vind hem heel mooi staan en ik vind het ook, het is een hele fijne stof, viscose, dus ademt heel goed. En dacht ik, ja, het is wel gewoon heel leuk voor in de winter ook, om hem als kraagje zo boven een trui te laten komen. En deze kostte 3,50. In totaal was ik bij die winkel 6,50 kwijt. Dus echt een super goede deal. Om even in hetzelfde thema te blijven, heb ik nog een panterprint dingetje gekocht. En dit is eigenlijk een heel simpel sjaaltje. Er zit een vlek in. Ik weet niet of je dat kan zien. Dus ik moet hem wel eventjes wassen. Waarom ik dit gekocht heb, is omdat ik vind het gewoon heel leuk om te knopen aan mijn tas. Soms als ik op vakantie ben bij het strand en in de volle zon en blablabla, dan krijg ik echt super hoofdpijn. En ik merk dat het heel erg helpt als ik dan iets van een pet op doe of iets. Dus het leek me heel chill om dit dan als zo'n hoofddoekje op te kunnen doen met zwemmen en zo. En het is katoen, dus dat ademt ook lekker. En hij was 1,50. Dus ik dacht, oké, laat ik dit gewoon meenemen. Komt sowieso een keer van pas. Dit is ook weer echt zieke impuls geweest. Impuls aankoop. Bij de kassa lagen allemaal van die prularia. Van die frutseltjes en zo. En toen zag ik deze broche. Hij was 25 of 50 cent of zo. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. Maar ik vond hem gewoon heel erg cute. Dus ik ging zeg maar afrekenen. Ik was van, doe die er ook maar bij. Het ging helemaal nergens over. En dan als laatste. Ik ben benieuwd of je kunt raden wat het is. In de vorige video zei ik ook dat ik op zoek was naar een wat wijder jurkje. Een beetje een soort blouse-achtig strandjurkje. Liefst zo casual dat hij ook gewoon naar werk of naar zo'n soort setting zeg maar kan. Dus uiteindelijk heb ik deze meegenomen voor €2,50. Deze is oorspronkelijk van de Zara. Het is een maat L. Hij is vrij groot. Mocht je deze nou in de maat M hebben en je wil ruilen, let me know. Het is een mix tussen katoen en linnen. En het is gewoon een hele mooie luchtige stof. En ik vond dus het detail heel mooi dat je hem om je armen kunt knopen. Qua kleur twijfel ik een beetje. Maar
Ik had hem aan. Ik dacht, oh, staat best wel goed. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Anyhow, ik heb genoeg gepraat. Volgende week woensdag om 4 uur weer een nieuwe video. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond. En ja.